Welkom bij het ALAAF scholenproject. Ook in het 45e jaar van de Bak van Boemerdonk willen wij jullie graag wat dichter bij de Boemerdonkse carnaval brengen. Dit jaar gaan we het hebben over het bouwen van een carnavalswagen. Zoals iedere uitvoering wordt er begonnen met een idee. Buiten de tekening wordt er ook een titel verzonnen voor de wagen. Als mensen dan deze titel lezen, dan moet de titel terug te vinden zijn in de uitbeelding van de wagen. Zo rond oktober worden de bouwschuren weer opgeruimd en worden de nishutten tenten weer opgezet. Een heel karwei, maar zeker nodig om die mooie creaties te kunnen verwezenlijken. Als eerste wordt er begonnen met de constructie van de wagen. Dit is het ruwe werk die voornamelijk zorgt voor de veiligheid van de wagen. Hierop worden ook de bewegingen bevestigd. In de bouwschuur worden alle bewegingen uitgetest. Om de figuren te maken wordt er gebruik gemaakt van betonijzer. Met dit ijzer kun je alle kanten op omdat het heel makkelijk te buigen is. Over dit ijzer komt het gaas dat ervoor zorgt dat de figuren geplakt kunnen worden. De meeste clubs plakken eerst met bruin. Er zijn ook carnavalsclubs die eerst vlechten. Dan worden er stukjes krant door het gaas heen gevlochten en daarop wordt dan het bruine papier geplakt. Na het bruin volgt nog een witte papierlaag. Hierop komen de kleuren beter tot haar recht. Als alle papier goed opgedroogd is, kan er begonnen worden met het verven en of spuiten van de wagen. Eerst komen de basiskleuren op de figuren. Daarna worden deze met een kleinere spuit bewerkt met details. Als de wagen helemaal klaar is, dan wordt deze in elkaar gezet met een grote kraan. Past alles? Kan de wagen wel de schuur uit? Altijd een spannend moment. Maar staat de wagen dan in elkaar, dan wordt alles getest. Werkt alles? Komt er niets tegen elkaar aan? Is het stevig? Is het veilig? Enzovoort, enzovoort. Het opbouwen van een carnavalswagen is altijd een heel spannend moment. Zullen alle figuren wel passen waar maandenlang aan gebouwd is? En als het dan in elkaar staat, hoe pakt het dan uit? Valt het mee? Valt het tegen? Beweegt alles wel? Op zondag is dan de optocht van Boemerdonk. Altijd een mooi moment om te zien hoe trots en gespannen de bouwers rondom hun wagen meelopen. Toen ik werd geboren, toen had ik het al. Vraag maar aan ons moeder. Ik weet het nog goed, want ik zat in de box. Vraag maar aan ons ma. Ik bouwde van mijn Playmobil, zonder het te vragen, mijn allereerste Boemerdonkse carnavalswagen. Ik riep, kijk nou eens ma, ik doe ons vader na. Wij zijn de bouwers, wij zijn de sjouwers, wij zijn de houwers van de Boemerdonk. Het jaar, net voordat de bak 44 jaar bestaat, het 43e jaar van de bak van Boemerdonk, gaat de eerste prijs
De Bak wenst jullie allemaal een leutige carnaval. Wij gaan in ieder geval ons best doen om het jullie allemaal naar de zin te maken. Daar kunnen opbouwen. Alaaf.